onder een statement zijn een aantal topics gehaald. En daar is in ieder geval de toeristenbelasting, en die komt straks misschien wel bij de motie aan de meter nog wel naar voren. Maar dit zijn wel de topics uit de eerste ronde. Nou, voorzitter, ik wil van harte die krachten in deze raad ondersteunen die vinden dat deze onzinnige belasting moet verdwijnen. Want het is een idiote gedachte dat je uit een sector eerst geld plukt en vervolgens zegt dat je dat doet om diezelfde sector te versterken. Ik heb de college er niet over gehoord. Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd, want niet alleen oppositiepartijen zijn mordicus tegen die belasting, maar ik heb ook gemerkt dat bij coalitiepartijen het enthousiasme danig is gedaald. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de reactie van het college hierop. Voorzitter, laat ik beginnen met de opmerking van net even. Van, we halen het weg uit de sector. Nee, we halen het niet weg uit de sector. De toeristenbelasting wordt betaald door de mensen die de hotels bezoeken en hier een nacht blijven slapen. Dus dat als begin. En dat zijn vaak toeristen, klopt. In ieder geval mensen die hier s'nachts verblijven. Uit allerlei uitwisseling van standpunten en informatie uit de sector blijkt dat hotels vaak deze belasting niet betalen. De hotelgastenbelasting vaak niet betaalt, maar dat de hotels dat zelf doen. Dat is heel vriendelijk van die hotels. Ja, ik wil hier toch wel even op reageren, want ik zal het nog sterker vertellen. U betaalt zelfs al toeristenbelasting, meneer Meijer, toen het in Amersfoort nog helemaal niet was ingevoerd. Als u namelijk bij Van der Valken in Amersfoort Noord gaat overnachten en betaalt daar de rekening, staat daar gewoon toeristenbelasting op. En waarom? Dat zit in hun standaard software. En wat gebeurt er dan? Die toeristenbelasting die betaalt u als overnachter en die wordt vervolgens door de hoteliers in de achterzak gestoken. Want u maalt er niet op. Dus wel de waarheid vertellen alsjeblieft. Daarom voert u als VVD het weer in. Dat is uw argument. Het is een diep schandaal dat u dit durft te brengen. Echt waar. Nee, dat neem ik niet terug. Er wordt gezegd door de heer Meijer, daar wil ik even heel precies in zijn. Er wordt gezegd dat hotels die toeristenbelasting vaak niet doorbelasten aan mensen die er overnachten. Nou, ik kan u vertellen dat in de meerderheid van de gevallen dat wel het geval is. Hey, voorzitter, ik vind dit eigenlijk een hele ernstige verkeerde beeldsituatie zoals die door de heer Vogels wordt neergezet. Hij neemt hier één willekeurig hotel als voorbeeld wie dat misschien doet. Onzin, er zijn heel veel hotels in deze stad, waaronder niet tot een keten als Van der Valk behorend, maar ook kleine hoteliers die moeten vechten om het hoofd boven water te houden. Wethouder heeft zelf al in eerdere debatten erkend dat er mogelijk te veel bedden in de omgeving zijn en die hotels dus onder druk zouden staan. Niet nou ja, erkend, maar geconstateerd. Een beetje een typisch verhaal, maar goed, dat laat ik even wat het is. De kwestie is dat met name die kleine hotels, dat die de lasten hiervan moeten dragen, dat het volkomen niet uit te leggen is dat in die sector je nu naartoe gaat slaan, terwijl al economische ontwikkelingen zijn. Denk aan bedrijven die weggaan met veel buitenlandse relaties, ook al vervelend, die hotelsector verder onder druk zullen zetten. Dit is het verkeerde signaal en het verkeerde instrument. Het klopt dat er hotels zijn die op hun website zetten, het is inclusief belasting, maar het percentage is 0%. Dat doen zij om te kunnen vergelijken met andere steden die belasting heffen, zodat je de tarieven kunt vergelijken. Als je namelijk opschrijft het is exclusief, dan denk je van, oh, misschien komt er nog belasting bij, dus het wordt meer. En dat is de reden dat er staat inclusief, ze rekenen het niet. Het is een vergelijkingsgeval. Maar zelfs als het wordt doorbelast aan de mensen, en de mensen betalen het dus, dan gaat het nog ten koste van toerisme, want die mensen kunnen het ook maar één keer uitgeven. Voorzitter, er zijn dus 4 moties in totaal ingediend. 2 moties, 1 van de SP en de BPA, die zeggen in feite schrappen of niet behandelen. Ook in die volgorde. Wij vinden dat schrappen en niet behandelen is in feite niet aan de orde gezien de coalitieafspraak. Dus dat is één ding wat ik daarover op wil merken. Verder, voorzitter, mag ik nu? U mag nu uw vraag stellen. Want dit wordt echt grotesk nu, hè? Nu zegt dus de coalitie, we hebben afgesproken dat we het invoeren. Maar de raad heeft hier een amendement aangenomen waarin u gezegd is, beste wethouder, voordat de begroting wordt vastgesteld, willen wij van u prestatieafspraken zien gemaakt met de horeca voor de invoering van de belasting. Dat is in onze BPA-motie een pure procedurele opmerking. Raad, neem jezelf serieus op dit punt. Dus behandel het niet zolang
die prestatieafspraken niet zijn. Dan wordt het me weer ontnomen. Ja, omdat u... Daar bent u heel goed in. Ja, dat blijf ik ook doen. Het is de derde keer. En ik ga gewoon door, dus de vierde keer. De wethouder was nog steeds bezig met zijn beantwoording en volgens mij wilde hij juist dit punt ook gaan behandelen. Meneer Schulte, met alle respect. Het gaat om het feit dat wij natuurlijk proberen om tot die prestatieafspraken te komen. Dat weet u ook. Het is op 14 oktober is er een afspraak geweest en hebben wij geprobeerd om de mensen aan tafel te krijgen. U noemt de datum 14 oktober. 15 oktober was de hoorzitting. 11 juni hebben wij hier in de Raad het amendement aangenomen. Als u op 14 oktober, een dag voor de hoorzitting waarin er insprekers zijn, en daar hebben de hoteliers gebruik van gemaakt, daarmee komt, dan vind ik dat u rijkelijk laat komt en dat u dus ook tegenstand ontmoet, want dan zeggen de hoteliers, wij worden bij voorbaat al niet serieus genomen, want de begroting, het begrotingsproces, dat loopt nu. Voorzitter, meneer Schulte gaat volledig voorbij aan het feit dat ik continu gesprekken heb gevoerd met deze beroepsgroep. Het is niet dat dat niet misschien bij u aan de tafel gebeurd is, maar het is aan mijn tafel is het wel gebeurd. En niet één keer, meerdere keren en ook met veel uitwisseling van begrippen over en weer. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit in een stad heb rondgelopen en heb gedacht, die uitgaven ga ik niet doen, want ik moet morgenochtend nog toeristenbelasting betalen. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een kuldiscussie. Alleen, het is geen kuldiscussie, omdat het onderwerp toeristenbelasting, en de wethouder is zelf ondernemer, dus hij zou het kunnen onderstrepen, het heeft voor het ondernemersklimaat een negatieve uitwerking. En ook daarvoor zijn wij verantwoordelijk als raad. Het gaat niet om zoveel geld. Het gaat vooral om hoe ga je met bepaalde groepen ondernemers in deze stad om. En dan zeg ik, laten we dat, die toeristenbelasting vergeten, want het gaat om peanuts. Meneer Hunnik.